daar zijn we dan. Oddworld Soulstorm. De game die je deze maand gratis krijgt bij PlayStation 5 Plus abonnement. Niet voor PlayStation 4 eigenaren dus. En ik moet zeggen, ik heb Oddworld nooit echt veel gespeeld. Ik ben wel begonnen met Apes Odyssey. Dat was destijds op de PlayStation 1. Veel te moeilijk voor mij. En daarna zijn er nog behoorlijk wat Oddworld games verschenen. Die heb ik allemaal niet gespeeld. Dus dit wordt de tweede keer dat ik de game ga spelen. Na Apes Odyssey. Wat echt heel erg lang geleden is. Ik denk dat het 1995, 96 is geweest. En ik ben reuze benieuwd welke vooruitgangen ze hebben geboekt natuurlijk. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Maar of ik het dit keer wel leuk vind. En ik hou nu even mijn mond. Sowieso vind ik dat stijltje van Oddworld altijd wel heel erg vet gedaan hoor. Het vet is nu wel dat graphics er beter uitzien dan de CGI-filmpjes van destijds. En die waren echt van een hoog niveau. Wat is hier geraakt? Got a badass over here. Open up, babe. 12 hours earlier. Vraag me ook af, speelde het zich direct af na Apes Odyssey? Dat idee heb ik wel een beetje namelijk. He's been shot. Is niet dezelfde guy als in de trein, toch? Ja, je bent de dode opgeschreven, jongen. Meanwhile, Abe and his followers have found shelter since escaping the Rupture Farms. Escaping the Rupture Farms, dat was wat je in deel 1 moest doen. Daar kwam Abe, die een conciërge was, kwam erachter dat de meatpacking fabriek waar ze werkte, dat het vlees begon op te raken.
En dat de Modokkens, wat hun zijn, uiteindelijk als vlees moesten gaan dienen. Ape the Savior. Ape wordt wel groter gemaakt dan God, hè? Ik denk dat daar nog een leuke twist komt. But it's the only memory of her that I have. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it. But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her or... You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives inside of lies upon lies, until finally it was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now you must grow. But how can I just... Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break entirely if you are to face what's coming. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, trusted, followed... And it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades, but not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Rupture Farms is burned down. We're free now. No, yeah. Abe, not over. Just... beginning. But I'm so tired. They're all tired. There is no rest. But with some time, There is no time. But we're safe now. Only for you few. And only for this moment. But this moment... is over. We're discovered. Oh, no. Eén dingetje valt me al wel gelijk op. En natuurlijk, het is lang geleden, dus ik kan me vergissen. Maar volgens mij is het een andere voice actor voor Abe. De stem klinkt heel anders. En veel minder cool, om heel eerlijk te zijn. Again? Okay, daar gaan we. Eerste level van Apes Odyssey. Storystone, rest your hand here and receive some ancient wisdom. Hold R1 to run faster. Okay. En wat is Apes Odyssey nou precies? Of althans, wat was Apes Odyssey nou precies? Wat gebeurt hier? Dat is X the Jump. Het is een puzzelplatformer. En dat is deze ook.
En het is niet zomaar een puzzelplatformer. Het was ook echt een hele moeilijke puzzelplatformer. Dus ik ben benieuwd of ze die moeilijkheidsgraad wat hebben aangepast. Want vroeger waren games natuurlijk sowieso al een stuk moeilijker dan vandaag de dag. Dus ik vraag me af of ze met een tijd zijn meegaan of dat ze vasthouden aan juist dat unieke element. Oh. Ja, daar gaan we. Dead. Nou, dat is de eerste death. Nou, let's go dan. Oh. En eigenlijk waar je wel voor moet waken, is dat je niet gaat haasten. Dus ik ben nu eigenlijk al een beetje verkeerd bezig. Blijf rollen. Volgende checkpoint. There we go. Roll if you catch on fire. Okay, dat is een goeie. Overkant springen, nog een keertje naar de overkant springen. Press and hold triangle to bring up the inventory wheel and then select the water bottle. Aim with the left stick and throw. Aim with the right stick and throw with R2. Dan moeten we eerst. Kijk. Eerst looten. Ik vraag me af wat die boven is. Nee, die andere. Die ja. Een water bottle. Let's go. Klein vlammetje. En daar. We got it. Maar ik wil weten wat hierboven is. Voelt alsof ik dit moet pakken. Royal Jelly. You found Royal Jelly. Your health has been maximized. See? Altijd even exploren. Heel belangrijk. En het ding was. Het is dus een puzzelplatformer. Maar het had ook een beetje iets weg van Lemmings. Want je kon met andere soortgenoten kon je praten. En dan kon je bijvoorbeeld zeggen hallo. En je kon ze vertellen of ze je moesten volgen of niet. En zo moest je ze naar het einde van het level leiden. Press X while already in the air to double jump. Oké, gaan we proberen. What? Oké, hier moeten we dus oppassen, want hier blijven stenen vallen. Hierboven zit nog iets. Eerst het water gooien. Yep. En dan terug. Yes, ma'am! Kunnen we hier nog naar beneden? Nee, is niet nodig. Checkpoint. Ik merk gewoon dat er een paar frame drops in zitten. Dat is toch niet iets wat je verwacht. De game ziet er niet bijzonder grafisch mooi uit. Ik bedoel, het steltje is top. Maar het lijkt niet heel erg demanding. Checkpoint, oké. Okay. Het springen voelt nog een beetje awkward aan, moet ik zeggen hoor. Use the monkey bars. Oké, gaan we doen. En moeten we zelf swingen? Nee, is niet nodig. Nog een keertje monkey bars. Oké, hier gaat er iets gebeuren. Hier komt het vuur omhoog of zo. Zie? Told you. Nee. Wat doe je nou? Dat ging helemaal mis. Dat was niet de bedoeling. Oké. Dit moet genoeg zijn. Ja, ik word al wat behendiger met Abe. Maar jammer dat ze zijn stem aangepast hebben, man. Ik vind die oude stem veel toffer. Misschien is dat een nostalgisch iets, hoor.
Oh, wow, ze kunnen gewoon die muur wegschieten zelfs. Je bent en blijft niet veilig. Oké, gooi maar. Nog eentje. En hierboven. Nee! Ja. Ik heb volgens mij echt veel te veel water bottles al gebruikt. Checkpoint. Dit voelt als iets wat te makkelijk ging. Ik zag daar beneden iets liggen, maar... Nou, laat maar. Het is al weg. Dat is zonde. Het lijkt bijna op zo'n Angry Birds bouwwerk. Wat er uit elkaar viel. Nog meer water bottles. Ja, die hadden we ook wel nodig. Kijk, hier ligt... Kijk, hier staat iets in de fik. Oh. Dat er iets specifieks in de fik stond. Kijk, dat lijkt een rood plasje, maar dat hoort kennelijk zo. Hier naar beneden. Word ik hiervoor afgestraft? Nee. Secret area found. Nog meer water bottles. Dit zijn wel echt van die hele nice zondagmiddag gamepjes hoor. Splashy, sticky, very tasty and highly flammable. Soulstorm brew will help you get the party started and then help you burn down the venue when you've had enough. Oké. Okay. Hoe doe ik dit? Moet ik gewoon opspringen? Nou, gewoon zo. Oké, cool. Now you're playing with fire. Harness the power of fire to burn down obstacles blocking your path. Throw bottles near the campfire to ignite the brew and burn down that wooden wall. Dat is goed, gaan we doen. Nog meer brew bottles. Die moeten we dan ongetwijfeld hier even selecteren. Maar zouden we hem er zo doorheen moeten gooien, denk je? We moeten gewoon op dit vuur. Ik kan het zeggen. En dan water bottles. Oh, we moeten wachten tot het helemaal is afgefikt. Oké, nu is het helemaal afgefikt. Kunnen we nu blussen? Oh, jazeker. Zeker weten. Hey. Ga eens uit. Ik wou net zeggen. Het is wel heel specifiek. Nog meer water bottles. Cool. Deze moeten we weer in de fik zetten. Ik denk wel dat we die muur eerst... Kijk, zo onder moeten gooien. En dan deze gewoon hier. Kan dat? Nee. Oké, dit gaat gruwelijk mis. Ik gebruik veel te veel van die dingen, heb ik het idee. Duurt ook wel lang voordat ze in elkaar storten, moet ik zeggen hoor. Waarom zou je hierop moeten wachten? Ja, misschien dat het straks met enemies te maken heeft. Dat je dat goed moet timen of zo. Who's the pulley? Oké. Was dit allemaal nog de secret area? Nee, toch? Geen idee. We moesten wel weer omhoog, dat weet ik wel. Checkpoint.
Ze zitten op de achtergrond goed me in de gaten te houden. Water bottles. Ik vind het vervelend dat je zo specifiek moet gooien. Ik had toch iets meer van een splash damage verwacht. Er moet hier nog iets zijn. Anders kan je niet hier naartoe springen, toch? Nou, ik wou net zeggen. Meer jelly! Heel belangrijk. Tuurlijk, dit is pas het tutorial level. Maar het lijkt alsof die makkelijker is geworden. Ik ben benieuwd of we straks nog met soortgenoten moeten gaan praten. Oh, wauw. Ik dacht dat het de achtergrond was. nieuw. Oké, checkpoint hier. Water weer gooien. Jeetje, man. Blijven rennen. Hier liggen waterbottles natuurlijk. Ja, kijk. Ik val me alleen wel af welke kant ik op moet doen. Hier kan je helemaal niet verder. Gewoon niet opzetten te letten, dat is. Ik begrijp nog steeds niet zo heel goed wat die vogels zijn, dat als je doodgaat. Oké. Dit was een checkpoint. Oh. Oh, kom op. Naar beneden! Even kijken, bash the crate open with your fist and collect the brew bottles. Dat hadden we al gedaan, dus waarom hebben we daar nog meer tutorial shit voor nodig? Escape the burning cave. Dat is nog steeds het enige wat we hoeven te doen. Ja, oké, tuurlijk. Brew bottles. Tegen dat ding aan gooien. Deze hier neergooien. Net niet goed genoeg. Brew bottle. Nou, kom op. Fik een beetje door. Yes, girl. You can do it. Het is wel elke keer bij het checkpoint dat ik die frame drops heb. Klinkt als iets wat ze kunnen fixen bij een patch. We zijn nog lang niet bij de uitgang van de cave hoor. And we did it! We did it, ladies and gentlemen! We survived! We outran the raid on Mosaic. In 15 minuutjes. Hebben we een S-rank? Ja of nee? Nee, tuurlijk niet. Dit was vrij matig. Denk ik. Met ook een save. 300 uit 300. Ja, volgens mij kon dat ook letterlijk niet anders. We hebben niemand kunnen killen. Maken we verder niet uit. Oké, dit was een first look. Van Oddworld. Soulstorm.
En ik weet niet of ik de review ga doen bij GameKings. Dat hoor ik van de week denk ik wel. Ik ga hem sowieso nog even verder spelen. Wellicht dat we hem nog even op stream gaan checken. Ik zou er niet voor klaar gaan zitten. Want we zijn druk met Kingdom Hearts 3 natuurlijk. En daar hebben we nog zeker 20 uurtjes te gaan voordat we die hebben uitgespeeld. Ik vond het best wel leuk. Ik moet wel duidelijk erbij zeggen. Dit was overduidelijk een tutorial level. Het gaat ongetwijfeld nog heel veel moeilijker worden. Daar kijk ik absoluut naar uit. Ik zie dat er leaderboards zijn. Dat is altijd wel leuk qua replayability. En had ik al gezegd, hij is gratis voor PlayStation 5 gebruikers. Ga hem dus nu downloaden. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een toffe video? Laat dan even dat duimpje omhoog achter. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao!